Drie jongens maakten begin juli deze video bij het oorlogsmonument aan het Julianenplantsoen in Maassluis. Op de beelden is een enorme troep te zien die hangjongeren achterlieten na een avondje chillen. De video werd geplaatst op Facebook en ging viral. Ook in het gemeentehuis zagen ze de video en de burgemeester beloofde de hangjongeren aan te pakken. Inmiddels zijn 4 personen bekeurd. Dit dankzij de jongens. Ik vond het gewoon super erg dat het hier gewoon bij het oorlogsmonument was. Dat het overal onder lag. Sigaretten. En papiertjes. Chips. Troep. Drankjes die overhoop werden gegooid. Niet leeg gedronken. Allemaal sappen lag er nog in. Ze hebben nog een tip voor de politie. Hang een verborgen camera op. En dan kan de politie hun zoeken of zo. Want het is gewoon heel erg respectloos bij dit. Ja. Zee, ik heb medelijden met die mensen hoor. Want er zit overal troep. Dat is toch niet normaal? Nee. De meeste troep is door de gemeente opgeruimd. Nee. Want kijk, je kan de troep niet laten liggen. Want dan wordt dit een vuilnisbelt als het zo blijft liggen. En het is slecht voor het milieu als het in het milieu komt. En de burgemeester had ook gezegd dat hij het heel erg vond zoveel troep werd gemaakt. De jongens hebben bijna zomervakantie. Ja, ik zou ook wel eens een dag willen dat ik het kon opruimen. Maar ik kan misschien in zomervakantie. En ik wil wel goed zijn voor het milieu. Een vrijwilligerswerk, hè, Mac? Ja.